Welkom bij een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries met de missie de online automotive beter maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Vindio, Used Car Controller en tweedehands.be. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast om de online automotive beter te maken. En met wie kunnen we dat beter doen als met Rocher Smulders van Auto Uncle. Oftewel, Mr. Gaspedaal wordt opeens je auto-oom. Rocher, dankjewel voor je komst al hier in Ede. En kun je de luisteraars wat meer vertellen over jezelf, wie je bent, wat je doet en wat Auto Uncle betekent voor jou? Zeker. Nou, allereerst natuurlijk de dank voor de uitnodiging om in de podcast aanwezig te zijn. Ja, wie is Rocher Smulders? 47 jaar, getrouwd, al geruime tijd getrouwd en al een aantal jaren actief binnen de automotive. Mm-hmm. In het verleden nog een blauwe maandag auto's verkocht. Mm-hmm. Toen de Daewoo's en toen zeg maar. In die tijd zeg maar. In die tijd, ja. Boudewijn Vinson. Nou ja, de Matisse die toen met slottermijnen werden verkocht omdat grijs kenteken eruit ging. Yeah. Dus in die periode, spreken we lang geleden, mm-hmm. De Matisse verkocht en de Kia's. Dat is mijn begin binnen de automotive. Mm-hmm. Ik heb lange tijd in de media gezeten, waarvoor ik voor de bladen van VNU... toenertijd werd het shoppingpagina's genoemd. Mm-hmm. Dat zou je tegenwoordig advertorials noemen. Yeah. Maar vanuit de automotive terechtgekomen bij toenertijd Telegraaf Media Groep. Mm-hmm. Het ouderwetse Autotelegraaf. En die stonden toen aan het begin van het tijdperk om de internet in te stappen. Mm-hmm. Toen nog de kranten en het magazine en een website. En dat is de tijd dat we zelfs bij een contract autobedrijven digitale camera gaven. Met een 16 MB geheugenkaart om foto's te plaatsen. Mm-hmm. En de klanten op te voeden dat ze toch echt foto's plaatsten. Dus nou ja, dat is 17 jaar dus automotive en online automotive. Dat is een beetje de achtergrond waar ze mij van zouden kunnen kennen. Ja, nou kennen we elkaar al heel erg lang. Hè? Je bent ook wel eens een aantal keren mee geweest met mij, maar ook uiteraard zonder mij, naar diverse conferenties in Amerika. Hè? Dus je bent er altijd wel van doordrongen dat, dat we beter moeten worden. Hè? En dat we de plicht hebben om dealers, autobedrijven te helpen in die journey. Ja. Maar nu heb je alles al meegemaakt in die zin, hè, van een krant wat heel veel geld verdiende aan advertenties in de zaterdageditie, naar een transformatie naar digitaal die eigenlijk nog steeds gaande is. Ja. Hè, die ze nog nooit eigenlijk goed hebben kunnen doorstaan, vind ik dan eigenlijk. Hè. Maar je hebt ook het meegemaakt dat ze aan het struikelen waren van: moeten we nou met Speurs aan de gang gaan? Moeten we nou met Autotelegraaf aan de gang gaan? Moeten we nou met auto te koop aan de gang gaan? Wat heb je nou van die periode geleerd? Dat je snel beslissingen moet nemen, of dat je toch meer onderzoek had moeten doen, of dat snelheid wel een pre is in dit soort dingen? Dat ligt eraan vanuit welk oogperspectief je dit bekijkt. Ik bekijk het vanuit, in dit geval bijvoorbeeld Telegraaf, als een uitgever. Dan zou je zeggen van ja, sommige dingen zijn te traag gegaan. Ja. Sommige dingen zijn misschien snel genoeg gegaan. Denk ik voornamelijk aan de aankoop van Gaspedaal toenertijd. Dingen die wellicht vond als zijnde traag. Telegraaf is vrij laat in het internet gestapt. Ja. En natuurlijk van de ene kant een hele logische, vanwege de angst uit de advertentieinkomsten. Ja, natuurlijk. Ja. Dus daarin, en ook autobedrijven waren zeer tevreden over de krant. En ik denk dat als je menig bedrijf nu zou vragen, stel er zou geen internet zijn, dat er nog steeds zullen zijn van die krant nog maar weer eens terug kon komen. Ja, die paste niet in de brievenbus. Hè? Ja, die paste niet. Daar werd je 's ochtends voor wakker. Daar hoefde je niet de wekker te zetten, want je hoorde hem op zaterdagochtend op de mat vallen. Ja. En er stonden gewoon zelfs echt bij Telegraaf in Amsterdam aan de poort autobedrijven die eerste editie van de krant wilden hebben om meteen 's ochtends als eerste op de stoep te staan.
Dus op zich is het een hele mooie tijd geweest. Alleen ja, tijden veranderen, ja. Een markt verandert. Het internet is niet meer weg te denken. Dus daarin zul je mee moeten gaan. En nou ja, dat hebben we ze toenertijd gedaan onder de naam Autotelegraaf. Mm-hmm. Wat later vanwege een interne discussie auto te koop is geworden. Ja. Niet een gemisgelukkige keuze. Nee. Ja, vooral als je achteraf hoort wat die keuze precies is geweest. Mm-hmm. Denk je zo van ja, dat had er anders gekund. Want het was een sterke. Of dat is. Nou, het was in ieder geval een goede naam. Het was een goede naam. Ja. Gelieerd aan de Telegraaf. Dat is later veranderd en daarmee ook een nieuwe site gekomen. En ja, toenertijd, zeg maar, de accountmanagers in de markt, die hoorden elke keer gaspedaal, autobedrijven. Mm-hmm. Zonder dat er eigenlijk reclame werd gemaakt, was gaspedaal in de markt aanwezig. En dat merkten wij ook. En intern hebben we dus aardig wat lopen lobbyen. Zo van ja, als we nu iets willen. Vaak hebben we dingen voorbij zien komen en waar was TMG te laat. Hives. Ik moest het zeggen. Snap ik. Ik weet niet of dat die te laat was of te snel was. Maar dat kunnen we later. Ze hadden beter even kunnen wachten. Misschien hadden ze daar iets op kunnen wachten. Ja. En het voordeel was dat we een groot serverpark hadden om het verkeer op te draaien. Ja, ja. Als we denken aan gaspedaal, zijn we daar denk ik tijdig mee in gesprek geraakt. Mm-hmm. En was dat de combinatie toenertijd van gaspedaal, huizenzoeker, nog een agrarische website erbij. En, ja, er waren er meerdere op dat moment, hè, met verschillende verticals. Hè, met huizen, met dit en met dat, die verzamelingen. Ja. En uiteindelijk is dat aangekocht. Mm-hmm. Daar zat eigenlijk geen omzet in. Ja, wat banner inkomsten. Yeah. En daar mochten wij binnen TMG als een soort. En dat was echt een hele mooie tijd. Kijk ook zeker op terug als een hele mooie tijd. Als een soort start-up binnen TMG. Yeah. Ja, het opbouwen. Yeah. Eigenlijk geen verdienmodel hebben. En, nee, want buiten de banners om was er geen verdienmodel. Hè? Nee. Het werd heel goed bezocht. Hè? Want je hebt op de eerste DC2-events vaak nog dat real-time bezoekers laten zien. Hè? En dan uitgelegd hè, dat mensen zeiden, ja, want het waren alleen maar handelaren. En dan gingen we even uitrekenen hoeveel handelaren zijn het dan. En real-time gewoon, wat is het bezoek? En dan hield je de 50.000 over per dag die dan echte klanten waren. Ja, wil je 50.000 klanten per dag missen? Ja, dat was dan de discussie. Hè? Ja, miljoen uniek in de maand. Ja, dat was een mooie tijd in ieder geval. Maar wat me dan wel nog steeds voor ogen staat, is dat wij bij toen nieuweautokopen.nl mijn mede-aandeelhouder destijds Koops Furnis was, zaten wij in een zaaltje in Almere samen met Jeroen Zaal. Ja, en dan hebben we de kost per klik ontwikkeld hè, van gaspedaal. Kun je daar wat meer over vertellen? Want jullie hadden natuurlijk heel weinig omzet in die winkel. Ja, heel veel bezoek, maar geen omzet. Kan ik zeker uitleggen. Daar zijn, moet ik wel zeggen, intern binnen TMG heel wat verschillende. Of inmiddels zijn natuurlijk andere aandeelhouders of eigenaren. Verschillende verhalen over. Maar ik denk als je. Ik was het samen uit mijn hoofd, zeg ik, met Dennis van der Bouwgaard. Ja, die is hier ook pas in de podcast geweest. Zaten we inderdaad tegenover jullie. En toen was het zo van, ja, de vraag kwam eigenlijk naar boven. Zo van, ja, waarom zouden jullie het verkeer alleen maar naar de portals doorsturen? Een autotrader, een autoscout toenertijd. En waarom niet naar ons als dealer? Want, nou, ik weet dat Jeroen daar heel actief in was. Van, joh. Wat de fuck, weet je wel? Van waarom stuur je mijn auto naar Autoscout en dan betaal ik Autoscout ook weer in die zin? Van waarom stuur je hem niet naar mij toe? Ja, heel logisch gedacht. Maar, ja. Dat heeft volgens mij ongeveer 1,5-2 jaar geduurd voordat we dat intern dat verhaal verkocht hadden. Uh-huh. Enerzijds is natuurlijk het verdienmodel, we hadden toen ook nog auto te koop. Ja. Het was gewoon een listingmodel, mm-hmm. Dus maandelijkse fees. En voor een uitgever is het dan toch wel een beetje een risico als je kijkt van ja, heb ik elke maand een vast bedrag? Ja. Of heb ik, afhankelijk van hoe de markt reageert, een klik of een kost per klik met maar af te wachten. Wat gaat dat per maand opleveren? Ja, maar het geeft ook meer, kijk,
Ik hou op zich niet van die abonnementen, hè, die Trek of Scout en dergelijke hebben. In die zin van, het maakt je ook ergens wel lui. In die zin. Ja. Weet je wel, je hebt het geld voor 12 maanden. En je hoeft je in 12 maanden te bewijzen. Terwijl een kost per klik. Hè, of een advertentie op Marktplaats. Maar zeker de kost per klik ook. Je moet elke dag je waarde bewijzen. Want anders is de waarde weg. Ja. En betaalt men niet. Ja. En dat was dus ook de reden dat we zeiden binnen de organisatie als zijnde van ja, dit is wel de eerlijkste manier om af te rekenen. Ja. Als we kijken naar, Koops Furnace was een grote holding. Destijds. Ja, was ja. Dit. Ja. Maar we moeten kijken naar de tijd dat we over dit soort gesprekken hadden. Ja. En als dit in de markt zeg maar de vraag is, ja, wie zijn wij dan om dat niet te doen? Ja. En kijk, dat is denk ik ook het mooie waarom dat het zo is gaan lopen zoals het is gelopen. Is vaak zie je dat zeg maar bedrijven een product creëren. Mm-hmm. En zeggen ze van ja, dit moet je kopen, want wij denken dat dit goed is voor jou. Ja. Maar nu kwam het vanuit de markt. En nu was de vraag vanuit de markt. En we konden ook, je kunt dan ook tegen de markt zeggen van ja, maar dit is eigenlijk wat jullie zelf willen. Ja. En dit is ook het eerlijkste model. Kijk in de zomer, kijk zeg maar als iedereen op vakantie is. Minder kosten. Minder kosten. Afhankelijk van hoe de markt reageert op je aanbod. Mm-hmm. We hebben onlangs de dieselgate. En de diesels niet meer in trek zijn, dan wordt er minder op gekeken. Dus het is het eerlijkste model om op af te rekenen. Was het moeilijkste verhaal van dat kost per klik model om het te verkopen intern of extern? In eerste instantie intern. Mm-hmm. Een uitgever maakt kosten om zeg maar personeel op de weg te sturen. Zeg maar af te vragen van ja, hoeveel gaat dit dan opleveren? Ja. Dus daarin is het eerst intern en het is nieuw. En men is afhankelijk van hoe de markt gaat reageren. Mm-hmm. En daarna. Ja, extern heb ik niet echt als heel zwaar ervaren. Waarom zeg maar de echte online toenertijd zeg maar al diegenen die online actief waren. Uh-huh. En goed online actief waren. Je hoeft die het niet uit te leggen. Nou, die snapt het. En wat wij ook, wij waren heel transparant. Wij lieten gewoon onze analytics van uh-huh. Gaspedaal zien. Als zijn dus van dit is het verkeer. Kijk eens in je eigen analytics. Dat is wat wij kunnen meten. Dit zou jij ook kunnen meten. En de bezoeker, waar wil je die hebben? Ja. Wil je die op je eigen site hebben? Of wil je die op een externe site? En beide hebben hun waarde. Mm-hmm. Dus laten we vooropstellen dat we nooit... tenminste, ik heb nooit van ja, portal A, B of C is niet de portal waar je op moet staan. Mm-hmm. Alleen je moet kijken wat ze leveren. Ja. En dat is niet alleen traffic. Dat zijn ook de leads die je krijgt en de mailtjes die je krijgt. Maar dit is wat wij zouden kunnen doorsturen naar je eigen website. En wat is het grootste bezwaar in al die jaren die je hebt gehad van de dealers? Was dat ze het bezoek niet goed konden zien op analytics, omdat er een hogere bounce was, omdat ze geen events hadden staan? Of wat was nou de tegenwerping die je het vaakst kreeg? Wat snapten ze nou niet echt altijd? Nou ja, kijk, dat ligt er ook aan hoe zeg maar de concurrent, want we konden precies merken als een concurrent was geweest mm-hmm. van, oh, je moet eens naar de bounce rate kijken. Yeah. Nou, dan was bounce in één keer de heilige graal. Mm-hmm. Terwijl als je een klik op je eigen website krijgt en je vult een formulier in en dat gaat allemaal binnen zeg maar 1 of 2 klikken, dan heb je nog steeds een hoge bounce, maar het is per direct of men belt mm-hmm. op de pagina waar ze terechtkomen, mm-hmm. dan kun je een conversie hebben. Terwijl de bounce aanwezig is. Yeah. Dus bounce. Dus het was meer ook analytics uitleggen. Yeah. Je zult versteld staan bij bedrijven waar we kwamen, waar zeg maar een online marketeer zit, die eigenlijk nog geen kennis van analytics heeft. Nee. Sowieso zelf hebben we cursussen gevolgd. Mm-hmm. Ook van externe bedrijven die onze analytics uitlegden. We hebben workshops gegeven over analytics. Om zelf te weten, wat zit er nou in mm-hmm. analytics? En ook om te kijken, van hoe gaat het, waar gaat het goed? Ik weet nog dat ik je zelfs een mailtje heb gestuurd als zijns van, hey, misschien moet je eens bij een van je klanten kijken, want dat gaat niet goed. Omdat
dingen niet goed ingesteld zijn. En dat zie je met de HTTP naar HTTPS. Dat soort onderdelen waarbij referrals verloren gaan. Maar was je dan meer onderweg om dingen te verkopen of om uit te leggen hoe het nou echt werkte? Hoe ze hem echt moesten meten? Ik denk dat we meer adviserend verkochten. Misschien is dat de goede. Dus was je onderweg om het uit te leggen. Ja, je legt wat uit. Maar doordat je heel transparant en open was met eigen data, met andermans data, zag je dat mensen ook en de klanten dus vertrouwen hadden in hetgeen wat je bracht. Ja. En daarna is het laten zien van wat heb je op je eigen site gedaan? Hoe kun je dat nu verder meten? Mm-hmm. En wat doe je nu met die traffic? Want dat is het belangrijkste. Ja. Nou goed, en daarna deed Autotrek de move die ze moesten doen. Hè, in mijn beleving, hè, om niet zeg maar achterop te raken bij de anderen. En ze kochten eigenlijk het kroonjuweel bij de Telegraaf gaspedaal. Aan de andere kant denk ik ook altijd dat gaspedaal veel te weinig omzet heeft gehaald uit zijn mogelijkheden. Dat denk ik dan. Mm-hmm. En nu is het bij Autotrek. En nu dacht Mr. Gaspedaal. Hè, want je hebt de afgelopen jaren, hè, als we je zagen op LinkedIn, was het altijd gaspedaal voor en achter. Ja. Hè, dat doe je ook goed. En toen dacht je, ik word gewoon de oom van iedereen. Hè, om te helpen met een auto. Ja. Vanwaar de switch naar Auto Uncle? Wat trekt jou zo aan een wederom een start-up waar je weer vanaf nul gaat beginnen? Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform? Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot de beste in je vak. Findio is de merkonafhankelijke automotive partner. Findio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Ik denk dat het mooie is dat het Auto Uncle, inderdaad de oom die iedereen helpt. Mag ik de uncle zijn in Nederland of de oom in Nederland die iedereen gaat helpen. Het model van afrekenen trekt me zeer zeker aan. Ook hier een afrekenmodel op kost per klik, op kost per lead. Dus geen. Dat weet je in ieder geval hoe dat werkt. Het gaat niet alleen om dat je weet hoe het werkt, maar ook omdat je eigenlijk achter een product dient te staan. Waarbij je weet van nou, dit helpt de automotive. Maar als je nu even gaat naar Auto Uncle, wat voor bedrijf is het? Van wie is het? Wanneer is het ontstaan? Bestaat het al lang? Wat is de? Ja, hoe zijn ze begonnen? Nou, Auto Uncle is bestaat inmiddels 10 jaar. Mm-hmm. Zit gevestigd in Denemarken, in Aarhus. Johan is een van de oprichters. Hij zag een markt. Hij was goed in het voorspellen van verkiezingen. Ja. Waarbij je eigenlijk op basis van data kunt kijken. Van, nou, als je bepaalde data in vanuit een verkiezing ergens instopt, kun je zien wie is de winnaar. Mm-hmm. Nou, later zat hij zeg maar in die automotive sector, was hij een auto aan het zoeken. En toen zag hij eigenlijk door de bomen het bos niet. Heel onduidelijk. Dus hij is begonnen met een tool voor waardebepaling. En heeft toen al die data op eenzelfde manier zeg maar in een pot gegooid om te kijken van wat komt er dan uit. Mm-hmm. Zo is hij eigenlijk 10 jaar geleden als een start-up begonnen. En inmiddels zou je kunnen zeggen, het is een scale-up. Want ze zitten niet alleen meer in Denemarken, maar op dit moment zitten ze in 12 Europese landen actief. Waarbij ze voornamelijk in Scandinavië en Oost-Europa? Scandinavië, Oost-Europa, Engeland, Italië, Oostenrijk, mm-hmm. Zwitserland, Duitsland, Nederland nu dus. Oekraïne, Roemenië. Maar wat voor product leef je voornamelijk?
Voornamelijk, je zou kunnen zeggen, het is uit drie producten ontstaan. Enerzijds is het een waardebepaling of een inrel tool. Mm-hmm. Wij noemen dat een lead generator die op de eigen site van importeurs draait en op de dealersite draait. Mm-hmm. Waarbij zeg maar een waardebepaling ook direct wordt gegeven. Mm-hmm. Wat je gewoon merkt is dat als je een waardebepaling opvraagt op verschillende sites, is dat eigenlijk alles van je wordt gevraagd. En uiteindelijk zit je nog steeds onder een waardebepaling op je huidige auto. Ja. Even ervan uitgaan dat je een auto in te ruilen hebt natuurlijk. Anderzijds is het een website waarbij ook zeg maar, het totale aanbod vergaard wordt. En waarbij ook zeg maar, de traffic doorgelinkt kan worden naar of een portal of naar een eigen site. Maar AutoUncle is dus ook een website zeg maar als een portaal? Ja. Okay. En vergelijkbaar afrekenen op kost per klik. Uh-huh. Het verschil daarin is dat er een detailpagina aanwezig is. Waar nog niet alle informatie op staat, maar al wel meer informatie op terug te vinden is. En valt er op de VDP-pagina een conversie te plegen of moet je dan uiteindelijk toch weer naar de dealerwebsite? Uiteindelijk is de bedoeling dat je naar de dealersite gaat. Maar kan het? Technisch zou alle... Maar het zit er niet op nu. Nee. Okay. Het is de bedoeling om zeg maar, de traffic naar de eigen site uh-huh. te sturen. Of naar een... uiteindelijk is de dealersite natuurlijk het interessantste. Maar ja. We werken ook samen met portals uh-huh. en importeurs. Ja. Derde product is ook zeg maar, de leadopvolging. En dan spreek ik voornamelijk over de Scandinavische landen. Yeah. Waarin ze ook een klantcontactcenter hebben. En uh-huh. voor diverse importeurs de leads opvolgen. De leads kwalificeren. En afspraken boeken voor de dealers. Ja, ja. In de hoop dat ze het dan wel opvolgen. Dan is hij opgevolgd en staat er een afspraak in de agenda. Dus inderdaad, hetzelfde wat je hier ziet en waarom dat jij ook een klantcontactcentrum hebt voor bepaalde importeurs, is als je kijkt, en dat lijkt wel Europees haast overal hetzelfde te zijn, is dat leads slecht worden opgevolgd. Een van de dingen is, als iemand een waardebepaling aanvraagt, wordt die ook door AutoUncle opgevolgd. Mm-hmm. Als zijn ze van, hebt u inmiddels uw auto gekocht? En dan zie je gewoon, ik had wel willen kopen, maar ik ben nog niet benaderd door de dealer. Mm-hmm. Dat soort zaken. Dus in dat opzicht volgen we ook leads op voor importeurs. Moet je wel in 2020 de leads opvolgen? Moet het niet gewoon online al voor 90% opgelost kunnen worden? Tuurlijk zou dat opgelost moeten kunnen worden. Het liefste ga je naar kost per sale. Ja. Alleen, dat is zeg maar, de transactie vindt nog steeds plaats 9 van de 10 keer bij de dealer. Mm-hmm. Kijk, we hebben de start-ups waarin we zien dat ook compleet online gekocht kan worden. Mm-hmm. Alleen daar waar dat nog niet mogelijk is, zou je dat liefst ook online willen faciliteren. Ja. Hey, maar op wat voor product ga je je dan richten? Want je zegt dat klantcontactcentra voornamelijk in Scandinavië. Ja. Autoportalen hebben volgens mij ook genoeg in Nederland. Maar goed, het staat je natuurlijk vrij. En die waardebepaling, waar gaat je focus naartoe? Kijk, wat je gewoon kunt zien is dat je vrij snel, en dat zie je ook zeg maar in het verleden, is dat de huidige traffic die je op sites hebt, dus de dealerwebsite of ja. de importeur, ja. is dat je daarin ziet dat vaak zeg maar de consument nog steeds niet geholpen wordt in zijn vraagstelling. Nee. Dus je geeft heel wat marketinggeld uit om traffic te genereren. Uh-huh. Maar die converteert nog steeds eigenlijk naar verhand niet. Nou, elk lead die je eigenlijk krijgt op een dealerwebsite of een importeurswebsite is een vraag die niet beantwoord is. Leg die eens uit? Nou, op het moment dat ik dus informatie wil hebben over mijn taxatie en ik kan hem niet real-time daar doen, ja. heb je de vraag niet beantwoord. Ja, in die, en het wordt gebruikt als een lead. Als een leadmachine, als een conversiemachine, terwijl het eigenlijk op een andere manier gebruikt zou moeten worden, anno 2020. Zeker. Nou, een van de dingen die daarin dus mogelijk is dat wij dus een tooling hebben die
heel makkelijk te installeren is en waarin wij zien, en dan verwijs ik weer naar de importeurs in Scandinavische landen, is dat buiten de manieren hoe ze het op zichzelf al doen, is dat je daarin gewoon ziet dat wij veel sneller kunnen confronteren met veel meer informatie dan dat ze op dit moment vaak al hebben. En het bezoek dus kunnen converteren naar een lead. Jawel, maar op het moment dat ik nu Subaru.nl heb, hè, en ik gebruik jouw systeem. Ja. En ik heb daar de VDP-pagina's van de Outback, van de Justy, van de... Ik weet geen eens of die nog bestaat, maar van de Subaru Outback. Mm-hmm. Wat doet dan het systeem? Hè, ik laat zien wat de van voorprijs is en de klant zegt, joh, ik heb ook een auto in te ruilen. Wat doe jij dan? Nou, een van de mogelijkheden is gewoon complete integratie in de eigen website. Ja. Dat is zeg maar de uitgebreidste manier. Nee, maar het moet op mijn website blijven. Het moet, maar ja. Dan nog zeg maar in je eigen website buttons toevoegen met de tooling. Ja. Maar zelfs met door middel van één lijn code is te genereren dat op elke pagina waarop een consument komt. Bijvoorbeeld in een linksonder of rechtsonder, het is helemaal te customizen en ook in eigen kleurstelling, een pop-up komt waarin je een als je een auto in te ruilen hebt, een waardebepaling kunt krijgen. Moet het altijd een pop-up zijn? Moet niet altijd. Alleen wat wij zien is dat zeg maar die pop-up trekt enigszins de aandacht. Het is geen irritatie ook. Maar hij is gewoon hij is weg te klikken. En wat wij gewoon zien is dat degene de vraag wordt beantwoord. Dus wanneer is het irritatie als ik pop-ups krijg waar ik niet op zit te wachten? Maar als ik naar een nieuwe auto zit te kijken, je staat versteld bij hoeveel importeurs je nog steeds ziet, of ook zelfs bij dealers, waar mijn vraag niet beantwoord wordt. Nee, maar oké, maar de pop-up komt op. Ja, ik wil mijn auto inruilen. Wat dan? Wat dan? Nou, kenteken invullen, de gegevens verder toevoegen. Welke gegevens? Van de auto? Eventueel extra gegevens van de auto. Ja. Wat de staat is van de auto. Uiteindelijk ook je e-mailadres. Eventueel ben ik geïnteresseerd in een proefrit. Waarom? Waar kun je me de informatie niet gelijk geven? Hoe bedoel je dat? Wat is de auto waard? Waarom moet het per se een lead zijn? Omdat het jullie businessmodel is om te worden betaald door een lead, of dat de klant graag zijn informatie wil geven? Tweeledig. Als je ziet dat de klant zijn informatie heeft gegeven en uiteindelijk krijgt wat hij ook naar op zoek is, is hij bereid om ook zijn gegevens te geven. En een dealer zal natuurlijk ook die klant willen opvolgen. Dus waarom wil je de gegevens? Is om een lead te kunnen opvolgen en om een lead te kunnen converteren naar een afspraak of naar een verkoop. Maar daardoor gaan we weer een klantcontactcentrum beginnen, of dit beginnen, dat beginnen, om een klant daarna te achtervolgen terwijl je hem daar in een dialoog hebt. Waarom zou je hem daar niet kunnen servicen met alle informatie? Nou ja, kijk, dan kom je weer op de vraag. Zijn we op dit moment, of misschien wij wel, of misschien jij wel, maar is de importeur of is de dealer in staat om die dialoog op dat moment direct op te volgen? Nou ja, we zitten nu eind maart. We zitten midden in de coronacrisis en dergelijke. Dit is de tijd. Dit is echt de tijd. Het kantelpunt om dingen echt anders te gaan doen. Zeker. Want waarom zou je leads gaan achtervolgen die je 10 keer moet bellen voordat je ze überhaupt te pakken krijgt? En waarom zou je ze niet gelijk service op het moment dat je ze daar hebt waar je ze wil hebben op de website? Ja. Nou, en dat is dus zeg maar, wanneer volg je een lead op? Als je die opvolgt, moet je dat zo snel mogelijk doen. Nou, dan ben jij de koningin om uit te leggen hoe snel een leadopvolging moet plaatsvinden. En uiteindelijk, wat wij nu ook zien, is dat waar stuur je op? Uiteindelijk is het inruilverzoek is je eerste contact. En tuurlijk, op dit moment kun je geen proefrit maken. In sommige landen zijn zelfs de dealers gesloten. En wat we dan zien is dat zeg maar een importeur of een dealer probeert een videoboodschap te achteren. Ik vind het ook fair enough dat het businessmodel is dat je per lead wordt betaald. Fair enough, weet je wel. Maar ik denk niet dat het 2020, 2021 de manier gaat zijn waarop we verder kunnen. Ik vind het fair dat je zegt van joh, wij worden afgerekend op leads. En daardoor krijgen we dat lid omdat informatie graag informatie wil. Fair enough, weet je wel. Ik besta ook uit de gratie van zoveel mogelijk aanvragen. Zo min mogelijk aanvragen, des te minder wij geld verdienen. Aan de andere kant moet je jezelf de vraag kunnen stellen. De klant van nu, kun je in real time de waarde afgeven? Als het antwoord is ja, waarom zouden we dat niet doen?
Ja, dat zou kunnen. Want uiteindelijk is dat e-mailadres is voor de dealer om hem op te volgen. Of ja, voor de importeur. Maar in principe, terwijl je hem daar hebt, op de website op dat moment. Op dat moment is hij iets aan het doen op de website waar je hem daar kan engageren. Ja, maar wat heb je zeg maar aan een waardebepaling toe, als zijnde een autobedrijf of als zijnde een importeur, als je daar verder rest geen dialoog mee aan kunt gaan met de bezoeker die daar dus wel een vraag heeft, ook op zoek is naar die Outback in dit geval, en je wil hem niet opvolgen? Nou, ik wil hem wel opvolgen, maar niet meer op de manier waarop we het altijd deden. Mm-hmm. Ik denk dat dat de vraag is van hoe gaan we dat dan anders doen? Ik heb op de website, op de VDP-pagina, ik zie dat de Outback 45.000 euro kost. Ik zie dat mijn Volvo 15.000 euro waard is. Ik zie dat ik 30.000 euro toe moet betalen. Wat is dan de call to action? Op die manier is hij ook te integreren. Afspraak maken, weet je wel. Virtuele showroom. Een FaceTime gesprek met de verkoper. Wat zou ik dan willen? Ja. Maar waarom zou ik al een hindernis opwerpen om de inruil taxatie te hebben? Weet je wel? Dat vraag ik me nu af in de tijdperk waarin we nu leven. Maar goed. Maar kijk, in principe is die manier van call to action is eigenlijk, je bepaalt je bepaalt wanneer in de flow komt wat naar voren. Ja. Dus technisch is dat. En ik ben er niet meer van, denk ik, om die daar te leggen waar die nu is. Mm-hmm. Van waar de naam Auto Uncle? Waar komt dat vandaan? Nou ja, kijk, dat is in de familie. waarschijnlijk bellen ze jou altijd van, hey, ik heb een auto gezien, hij staat daar en daar. Is dat wat? Wat denk je ervan? Nee, op het moment dat het probleem er is, dan bellen ze. Bellen ze je dan pas. Ja, ja, ja. Nou ja, vaak is het zeg maar altijd binnen elke familie is wel iemand die in de automotive zit. Die wordt benaderd als zijn ze van, hey, jij weet zoveel van auto's of je weet veel van autobedrijven. Ja. Kun je eens meekijken? Vandaar de uncle, de oom die je benadert. Als je meer informatie wil hebben. Is het overal dezelfde naam? Overal is het dezelfde naam. Ja. Oké. Okay. Overal is het je echte je auto-oom. Ja. 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 Dus auto-enkel overal in elk land. Hey, en nou doen jullie ook iets gaafs met Facebook, met Facebook Marketplace. Dus kun je daar wat meer over vertellen wat jullie daarmee doen? Want dat is natuurlijk wel de paarse olifant in de kamer natuurlijk. Ja, nou ja, Facebook Marketplace gebruikt de waardebepaling. Waar we het nog niet over hebben gehad is dat wij zowel op de website aan de consument als dealers bij ons adverteren, ook aan de achterkant voor de dealer, laten zien of dat een auto marktconform geprijsd is. Mm-hmm. Nou, Facebook Marketplace. Als een soort indicator moet ik dat zien, als een Jaapiekaars? Hoe moet ik dat zien? Je zou het indicator kunnen noemen. Waar wij naar kijken is zeg maar het aanbod, en dat doen we per land, want anders zou het geen goede waardebepaling zijn. Het aanbod wat op dit moment geadverteerd staat in een land, de aantallen, de zeg maar hoe snel een auto van de website afgaat. Je kijkt naar een honderdtal, als het niet meer is, variabelen van een auto. Mm-hmm. Heb je genoeg auto's, kun je zeggen van nou, welke is marktconform geprijsd, welke is niet marktconform geprijsd. Nou, en Facebook gebruikt binnen Facebook Marketplace, in de landen waar ze een marketplace live hebben staan, gebruikt de auto-enkel waarde bepaling in Facebook Marketplace. Nou, en inmiddels is Duitsland daarin het eerste land wat live is gegaan. Engeland draait op dit moment een test. En Facebook heeft aangevraagd van ja, kun je nog in x andere landen eventueel kijken? Want daar zouden wij ook graag verder willen. Mm-hmm. En dat is voor heel Facebook. Dus de landen die daarop volgen zullen die ook die waardebepaling hebben. Maar goed, ik ben nu consument. Ik ben op Facebook. Ik zet mijn Volvo daar te koop. Hoe kom ik dan in aanraking als ik in Denemarken zou zitten met Auto-Uncle? Als je in Denemarken zit, twijfel ik even of dat die in Denemarken live is. Maar in het land waar het live is. Ja. als je zeg maar binnen Facebook Marketplace kijkt en je ziet daar auto's staan, dan zul je zien of dat die zeg maar die kleur groen, lichtgroen heeft en wat zeg maar de range is van een bepaalde waarde. Dus je kan als consument weten waarvan Facebook denkt wat de waarde zou kunnen zijn. Ja,
Oké. Om hem, en ik moet dan in het groen blijven om hem snel te kunnen verkopen. En ik moet in het rood zitten als ik wacht op de gelukszoeker. Ja, zo zou je kunnen zeggen. Okay. Nou, en Facebook is niet het enige bedrijf dat het gebruikt. In Denemarken is zeg maar ook, ik zou het hier denk ik vergelijken met de RDW. De overheid die de tooling van bij de import. De tooling van gebruikt ook zeg maar bij de import. Om een waardebepaling en daarop zeg maar ook de belasting of de importheffing. Dus het is zowel vanuit Facebook gecertificeerd als vanuit de Deense overheid op dat punt. Ja. Als een waardebepaling. Ja. Als een verre waardebepaling. Oké, fair enough. Hey, wat zijn je ambities voor de komende jaren? Hè? Want je begint natuurlijk in een fantastisch raar tijdperk. Ja, nee, je bent alleen maar in Zoom-meetings. Zoom-meetings. Je zou haast Teams zeggen, we hadden het er nog even over. Je bent bijna schor van meer conversaties. Niet dat we zitten hier op gepaste afstand van elkaar, maar niet dat we ziek zijn. Maar, ik mis mijn eigen tijd in mijn auto. Ja, even in de auto, even podcast luisteren. Nou ben ik naar Ede gereden, dus ik heb nog zeker een podcast zojuist zitten luisteren. Maar je zit in aardig wat meetings. Het is aan de andere kant een tijd, wat je net al aangeeft, hè, een rare tijd. Maar het zijn vaak ook de tijden dat je innovatief moet zijn. Dat zien wij ook. Onze programmeurs zijn vol aan het werk om ook te kijken van hoe kunnen we dealers in landen waar zelfs de winkels gesloten zijn. We hebben het voordeel dat in Nederland de winkels open zijn. Mm-hmm. In Duitsland nog open zijn. Maar Engeland is gesloten. Denemarken is gesloten. Uh-huh. Hoe help je die dealers? Want importeurs hebben nog steeds marketingactiviteiten draaien. Ja. Die marketingactiviteit die wil je op een gegeven moment wel converteren. Wat je ziet is in bepaalde landen proberen ze een pipeline op te bouwen, zodat je een pool hebt die je straks naar je dealers kunt doorzetten. Mm-hmm. En als je dan in verschillende landen kijkt, en ook in Nederland, dan sta je eigenlijk versteld dat je brochures aan kunt vragen zonder NAW-gegevens, terwijl je eigenlijk geïnteresseerd zou zijn, die je eigenlijk niet kunt opvolgen en waar gewoon marketinggeld in gaat. Ja. Ik denk dat... Als we na het coronaverhaal gaan kijken, want er komt licht in de tunnel. En zeker, we gaan ook aan de andere kant blijven komen. Positief. Hè? We komen ook aan de andere kant. Wat is je ambitie met AutoUncle? Ga je je richten op de importeurs? Ga je richten op de dealerholdings? Waar ga je je focus op leggen? Ik wil het liefst beginnen met de importeurs en dealerholdings. Mm-hmm. Enerzijds hetzelfde hoe het in het verleden is gegaan. Ze liggen online al vrij, zijn ze sterk. Mm-hmm. Dus snappen wat een kost per klik is. Snappen wat een kost per lead moet kosten. Ik denk ook dat dat soort bedrijven, we hadden het net over die waardebepaling die ook Facebook zeg maar aantoont. Wat wij zien is zowel bij de marketplaces of zeg maar het gebruikte aanbod van importeursites is en grote dealerholdings in andere landen, dat ze zeg maar door dezelfde waardebepaling die AutoUncle gebruikt op hun eigen site, dat dealers ook zeg maar de tooling gebruiken om op hun site te laten zien, ik ben marktconform geprijsd. Dus daarin denk ik zeker dat er in Nederland dealers en importeurs en grote dealers zeer geïnteresseerd zullen zijn. Ja. Als mensen meer willen weten over AutoUncle en over jou en hoe ze dingen kunnen gaan gebruiken, hoe komen ze dan met jou het beste in contact? Op LinkedIn, Roger Smilders. Yeah. En Roger schrijft je als R-O-G-I-E-R. Oftewel Rogier. Het is eenmaal zoals het is. Maar ik denk dat de meeste mensen zo beginnen, of niet? Dat valt op zich wel mee. Dat krijg je als je in de grensstreek woont. Bedenk je ouders een naam die richting het Franse naam is. En schrijven als Rogier. Maar daar heb je mee te doen. Dus... Rogier.smilders, apenstaartjeautounkel.com. Internationaal natuurlijk. 06-53-53-80-48. Al 18 jaar mijn mobiele nummer. Kijk. Op LinkedIn. En anders, Google mijn naam en je komt het van eigen schoot. Hey, dankjewel voor je komst al hier. Dat was de eerste keer en ik weet, je bent vanaf aflevering 1 wel betrokken bij de podcast en alles wat we doen, dankjewel daarvoor. Volgende week weer een nieuwe gast met de missie om de online automotive beter te maken. Tot volgende week. Dankjewel, Roger.
Dankjewel voor het luisteren naar wederom een aflevering van onze podcast met de missie om de online automotive beter te maken. Waardeert u onze podcast? Abonneer dan snel via onder andere iTunes, Spotify of SoundCloud. Actief delen op LinkedIn of Facebook? Dat waarderen wij graag. Evenals een review op iTunes. De podcast van Paul wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners. Marktplaats, Coldrip, Vindio, Used Car Controller en Tweedehands.be.